Marianne de Jong krijgt al 20 jaar huishoudelijke help. Terug kiesten, zien de skonken en stikken en knibbels, kun ze haast net meer rennen. Als ze haar 6 uur een help kwijt trekken, zou dat ook griezelig slim wezen, zei ze. Dan kan ik niks meer. En niet omdat ik dan helemaal plotseling niet kan lopen, of dat ik dan helemaal niet meer kan naaien. Speciaal niet. Maar het is wel zo, nou ja, dan word je zelf veel te moe. Je kent het geestelijk en moreel, kan ik het ook niet bolwerken. De huishoudelijke helpt door de boodschappen, de wask, de tuin en maakt het skin van vrouw de Jong. Zonder kind zei ze net. Je voelt je dan zo machteloos. En dan haal je de gekste dingen en haal je in je hoofd. Nou al, omdat je de hele dagen nog alleen zit. Maar als je nou ook nog geen hulp hebt, die geregeld even komt. En die je geregeld even helpt met je rommel. Ze hoeven niet zoveel te doen en ook niet zo vlug. Het maakt me allemaal niks uit. Al ligt er een beetje stof op de grond. Maakt me allemaal niks uit. Maar helemaal zonder iemand, er kan geen mens. Contact met vrienden of de boerlui had de Jong net. Ex-zwaarig trobijn is geen oplossing. Zo'n reizenvisser is orkat. Hij had het gevoel dat zijn mem alleen een litten wordt. En dat doet zeer. Een hond die komt nog in een asiel en die krijgt nog eten en daar wordt nog voor gezorgd. En voor de mensen wordt gewoon gezegd, nou je zoekt het maar uit. En dat is, dat is heel kwetsend natuurlijk. Ja, en wat nou als dit nou wat trokken? Dus dat het toch zo is dat je mem van 1 januari is al geen huishoudelijke help meer krijgt. Wat dan? Nou, ik denk dat we dan op het dood kunnen wachten. Maak je geen zorgen, hoor. Nee, maar zo is het gewoon. Ik bedoel, je wordt, als er dan helemaal niks meer is, dan wachten.